De 8 gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente Medemblik deelneemt, bieden een kadernota aan. Die kadernota's vormen de basis voor de begroting van de gemeenschappelijke regelingen die later in het jaar aangeboden worden aan uw raad. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen in een zienswijze hun opvattingen over die kadernota kenbaar maken. Het AB van de gemeenschappelijke regeling, het algemeen bestuur, betrekt deze zienswijze bij de besluitvorming in de kadernota. Aan dit voorstel is nog een erratum toegevoegd met betrekking tot de zienswijze van de GGD. Ik heb een motie liggen over samenwerking in voor- en tegenspoed. Mooie titel. Was er nou nog een? Oh, zet toe. Meneer Nijsing, wilt u zo vriendelijk zijn om uw motie kort toe te lichten? Ja, dank u wel, voorzitter. Gemeenschappelijke regelingen voeren belangrijke taken uit, vaak dicht bij onze inwoners. Door tekorten bij verschillende gemeenten wordt druk op de gemeenschappelijke regelingen opgevoerd. Er worden gemeenten gegeven aan dat ze willen bezuinigen. Deze motie is tweeledig. Als eerste willen we een signaal afgeven dat ook in tijden van tegenspoed bij andere gemeenten het gesprek moet worden aangegaan over de gemeenschappelijke regelingen. We vinden het jammer dat er dan wordt verkondigd wij gaan bezuinigen. En ten tweede roepen we ons college op om in gesprek te gaan met de gemeenten die willen bezuinigen en daarbij aan te geven dat wij niet op voorhand hier voor zijn. Dank u wel. Ik heb steun van onder andere Partij van de Arbeid, Gemeentebelangen, CDA, GroenLinks, VVD, PBF en de BAM. Waarvoor dank. CDA. Maar misschien zijn er ook nog andere, dus je weet het maar nooit. Hè? Ik stel het stuk, leg ik ter bespreking voor u allen in het midden. Ik ga hier kijken, het CDA, nee. PBF, nee. Meneer Neefjes wil graag wat zeggen en meneer Beuker. Meneer Koning toch? Mevrouw Visser, mevrouw Mansande. Ja, en meneer Stam, dank u wel. Meneer Koning, wilt u de aftrap doen? Ja, dank u. Ik wilde eigenlijk niks zeggen, maar we zijn mede-indienaar van de motie. En we kunnen ons daar ook echt in vinden, omdat het belangrijk is dat we met z'n allen op één lijn blijven. En dat geeft de titel eigenlijk van de motie al aan. En daar kunnen we ons helemaal in vinden. Fijn voor deze toevoeging. Dank u wel, meneer Beuker. Ja, dank u wel, voorzitter. Wij staan ook falikant achter deze motie. We willen niet dat andere gemeentes gaan tornen aan onze gemeenschappelijke regelingen. Uiteindelijk is het, naar ons inziens, gaat het altijd ten koste van het collectief, waar onze inwoners van Medemblik uiteindelijk ook de rekening voor betalen. En zoals in deze motie goed staat geformuleerd, is het feit dat tekorten binnen gemeentelijke begrotingen van onze vrienden om ons heen, om maar zo te zeggen, uiteindelijk ook door minder of meerdere malen door bestuurlijke keuzes aan de grondslag liggen. En meestal keuzes die gemeentes in het verleden niet hebben gemaakt en daar nu de rekening voor betalen. Dus tot zover. Meneer Neefjes. Ja, dank u, voorzitter. Nou, de inhoud spreekt voor zich wat dat betreft. Had onze naam er ook bij kunnen staan. Het spreekt voor zich dat als het financieel wat tegen zit, dat je niet kan onttrekken aan de afspraken die je als gemeente samengemaakt hebt. Dank u wel. Mevrouw Visser, bent u zover? Alleen de motie? Ja, en het hele voorstel toch, hè? Met de motie. Oké, de motie steunen wij, dus dat maakt het unaniem. Wij gaan tegen het CAW stemmen. Dat had ik al aangekondigd in de commissie. En voor de rest gaan wij akkoord. Ik heb een opmerking wel over de som. Daar staan heel veel getallen in. En daar staan enige opmerkingen over. En oké, er is geld. Daar hebben we al genoeg over gesproken in de commissie. Ik wou wel heel graag de opmerking maken over bij de som, dat we toch de volgende keer bij de kaderbrief. De som is voornamelijk ook in het leven geroepen om onze waarborging op onze persoonlijke data en de security. Nou, we zijn al even uit de lucht geweest. Alle bedrijven zijn uit de lucht geweest, dus dat is niet verwijtbaar aan de som. Maar ik mis dat wel heel erg in deze kaderbrief. We hebben allemaal technische uitspraken en we gaan allemaal mooie dingen doen. Maar niets garandeert mij nu
dat de burger nog meer garantie krijgt dat alles veiliger is geworden. En dat vind ik toch heel jammer dat ik dat steeds niet goed teruglees in dit soort gemeenschappelijke regelingen en de uitkomsten van. Technisch verhaal, heel veel cijfers. Maar ja, wat ga je daar nou mee doen? Dat was. Oké, dank u wel. Ik zal er in tweede termijn kort heel even op willen reageren. Ja, mag dat? Oké. Van Manson. Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben alle kadernota's en zienswijzes gelezen en we kunnen ons hierin vinden. En daarmee gaan we akkoord met dit raadsvoorstel. We willen hierbij wel nog een opmerking maken over de som. Bij het opstellen van de kadernota stuitte de som op enkele financiële fouten. Fouten worden overal gemaakt en de zienswijze die het college voorstelt, daarop vinden we prima. Positief aan dit verhaal is dat door de grotere aandacht die we de afgelopen jaren aan de GR geven en de steeds grotere transparantie van de kant van de GR, we steeds beter zien wat er speelt, zo ook nu in dit geval. Ook de punten die verbeterd kunnen worden, dat zijn goede ontwikkelingen. En dan de motie van D66. We hebben deze van harte mede ondertekend. Wel na enkele tekstwijzigingen van onze kant. We zijn in zijn algemeenheid niet per se tegen bezuinigingen op de GR'en, maar wel tegen eenzijdige bezuinigingen. Op deze wijze ondergraaf je namelijk de solidariteit en komen de extra lasten terecht bij andere gemeenten. En dat kan ook ten koste gaan van de dienstverlening. Gemeenten die wel willen bezuinigen, zouden dat eerst moeten aankaarten en in debat moeten gaan met de andere gemeenten. Daar ligt een taak voor onze vertegenwoordigers. We hebben hierop ook de Horrense 10 en andere stukken zoals de Raden aan Zet erop nageslagen. En als je dan uitvoerig bekijkt, want we hebben daar natuurlijk een hele hoop werk van gemaakt om al die stukken op tafel te leggen, om ook onze rol als raden natuurlijk goed te kunnen vervullen. Maar over dit soort problematiek ben ik echt helemaal niets tegengekomen. En misschien dat het er wel is hoor, maar dat we nog niet goed genoeg gekeken hebben. Dus wellicht dat we hier in de toekomst, als het om dit soort zaken gaat, dat er daar toch afspraken over gemaakt kunnen worden. Wij gaan daar in ieder geval in de toekomst over denken hoe we hier in het vervolg mee omgaan met eenzijdige bezuinigingen. Want ja, solidariteit in de regio en vooral nu we dat pact van West-Friesland in het leven hebben geroepen, is natuurlijk van groot belang. Voorzitter, dat was het. Meneer Mos nog? Voorzitter, wij steunen het voorstel van harte. En ook het onderwerp, meneer Nijsing zei het al, de motie steunen wij ook. We hebben meegetekend en we zijn overtuigd van onze medetekening. En ik vind het heel mooi dat de hele raad zo denkt. Dank u wel. Ja, dank u wel. Meneer Stam, wilt u zo vriendelijk zijn om het af te sluiten? Dat zal ik doen, voorzitter. VVD kan zich prima vinden in de opdracht aan het college, met betrekking tot de motie van de heer Nijsing. In 2019 zijn opgaven en ambities vastgesteld en je kan je er, wat mevrouw Manzando ook al zei, niet eenzijdig aan onttrekken. Wil je bezuinigen, vrienden, buren, dan doe je dat in je eigen organisatie en in je eigen voorzieningen. Dus vandaar dat wij ook prima kunnen meegaan met deze motie. En wat meneer Mos ook zei, mooi dat de hele raad daarachter staat. Fijn, dank u wel. We hebben de motie ook in het college voorbesproken. Wethouder Kuipers zou er graag toch nog iets over zeggen, als u dat goed vindt. Ja? Het zou wel leuk zijn als je hem nou afraadt. Hij raadt hem af. Dat zou wel een erg gebouwde uitspraak zijn, denk ik, in dit kader. Nee, het is even een paar korte puntjes die ik toch even voor wil leggen. Ik kijk alleen even naar het draagt college op. Hè. Wij kunnen dit onderschrijven. Wel een paar dingen die ik zelf het lastige vind. Dat mijn persoon dus, of de heer Streng of andere collega's, dan inderdaad onze ambtsgenoten
moeten wijzen op hun verantwoordelijkheden, verplichtingen en ambities. Ik denk dat dat een brug te ver is. Ik denk wel dat een collegelid in de algemene bestuurvergadering de visie van de gemeenteraad kan verdedigen en kan zeggen van waarom dit zo is gesteld. En dat daarna inderdaad binnen de algemene bestuurvergadering een debat kan volgen over de visies en over de bezuinigingen. Dat lijkt me alleen maar heel, heel goed en heel logisch. Over de combinatie bezuinigingen en taken, dat is ook een belangrijke. Want de gemeentes zijn, u bent opdrachtgever aan de directie van de GR om taken uit te voeren. Eenzijdige bezuinigingen zijn inderdaad niet gewenst, omdat het eigenlijk ook niet staat welke taken je dan niet gaat doen. Het is ook een beetje een lastig onderwerp, want we hebben natuurlijk verschillende GR. We hebben de veiligheidsregio, dat is een bovenregionale GR. We hebben een CEW, dat is weer juist geen regionale GR. Dus dat geeft allemaal wel weer wat andere inzichten. Maar zoals het hier staat, kan het college prima de motie ondersteunen en uitvoeren. Dus met die aantekening dat we onze collega's niet gaan aanspreken op hun verantwoordelijkheden. Wel op de afspraken die gemaakt zijn. Goed, dank u wel. Ik open de tweede termijn. Zijn er nog raadsleden die iets kenbaar willen maken? Ik wou nog even kort reageren op de veiligheid, cybersecurity en alles wat erbij hoort. Wij hadden die beleidsarme begroting, waarin we het wel nadrukkelijk genoemd hebben, maar er geen geld aan gehangen hadden. En daar ook verder geen uitleg over gegeven is. Maar het staat bovenaan mijn lijstje en ik zal nadrukkelijk ook bepleiten in het DB en AB dat dat bovenaan de lijst komt te staan. En dat daar ook gelden beschikbaar voor komen. Ja, en mijn vraag was of dat wel volgende keer nadrukkelijk in die kaderbrief ook is. Want dit moet ook een brief zijn die de burger denkt van, oh, dat gaat goed waar het over gaat en niet technisch. Ik heb nog een hele kleine vraag even. Er staat in die harmonisatie van het applicatielandschap, daar heb ik verleden jaar ook een vraag gesteld aan u. Is dat nou al gevorderd? En nu lees ik dat ergens niet meer doorgaat. En dat verleden jaar heb ik ook niet daar echt een antwoord op gekregen. Dat grote project wat gaande was regionaal. Ja, daar heeft u gelijk in. Dat was een eufemistisch uitgedrukt een moeizaam proces, omdat de gemeentes toch individueel keken naar de applicaties die het beste op hun manier van werken aansloten. En daarvan was de conclusie dat het nu voor alle deelnemers aan de SOM over één kam scheren van die applicaties, dat op zeer korte termijn niet mogelijk was. En dat heeft ook te maken met inkoop en de keuzes van de individuele gemeentebesturen. Maar we laten het niet los. Voorzitter, ik had nog een vraag. Ik ben geen woordvoerder, maar even naar wat mevrouw Visser zei. Ze ziet CRW niet zitten. Het stuk wat ligt, maar betekent dat je dus tegen het raadsvoorstel bent. Want het is toch een integraal stuk. Goed. Dan rond ik de tweede termijn af over dit voorstel. Wens iemand stemming over het voorstel zoals het nu aan uw raad is aangeboden? Wilt u stemverklaring afgeven? Ja, mevrouw Visser? Voorzitter, ik ben voor het voorstel omdat de meeste GR'en onze steun verdienen. Echter tegen de CRW, waardoor ik niet tegen het voorstel kan. Dus die gaat automatisch mee voor bij ons. Maar ik wil een aantekening maken dat we absoluut niet eens zijn met hoe het CRW op dit moment de zaken regelt en naar voren brengt in de kaderbrief. Dank u wel. Dan ga ik ervan uit dat het voorstel u alle instemming heeft. Ja, dan is overeenkomstig besloten. Is aan de orde de motie? Wilt u nog een stemming over de motie? Heeft ook u aller instemming? Ja, dan is overeenkomstig besloten.